even tussendoor met mijn mobiel, want ik vergeet de camera. We gaan vandaag een dagje uit. Maar we hebben dus werkelijk waar vannacht al nachtvorst gehad. Tenminste, daar lijkt het wel op. Jij moest echt kampen volgens mij. Eind september. Oké. Ik kan even niet zien of het de camera te zien is, maar het is op dit moment 3 graden. Maar het is wel kouder geweest vannacht. Dat is duidelijk, anders kunnen we nooit eruit een beetje bevroren zijn. Even een rondje lopen in de tuin. We hebben eerst een tijdje binnen gezeten, nu zitten we een tijdje buiten. Oh. Mooie tuin. Sowieso hele oude bomen. Echt heel gaaf. Ik ben hier al eens onderweg terug naar huis, over een hele goede weg zoals jullie zien. En dan is dit het hoofdweg. Ja, precies. En ja, oeh, dat gaat fout, hè, Paul, volgens mij dadelijk. Als hij op dat tempo door blijft scheuren, wel ja. Beetje over het beladen karretje. Een beetje onstabiel karretje, ja. Die kunnen halen. Inmiddels zaterdagochtend en zo rond maar 8:15, 9:10 gisteravond waren we gelukkig weer veilig thuis. Dus ik ga nu de stukjes die ik gefilmd heb aan elkaar plakken. En daarna ga ik denk ik verder met het opruimen van de voortent. Maar ik denk dat ik dat dan weer even nog film met de gewoon een vlogcamera en die daarna ook afsluit, vermoed ik. Of vanavond. Laters.